Nou, ik heb het in ieder geval weer gesloopt. Ik ben vandaag hoogspanningsmonteur, samen met Daniel en Martin. En ja, jongens, dit voelt een beetje raar, want we staan op de grond. En ik had verwacht dat we in de lucht zouden zijn. Nee, dat klopt. We staan inderdaad gewoon op de grond en niet in de masten. Maar het gaat ook niet om de hoogspanning in de masten, maar gewoon om de hoogspanning. Het is gewoon een hoge spanning. Het is een hoge spanning, juist. Ah, wanneer is iets hoogspanning? Alles vanaf 1000 volt en hoger, dan praten we over hoogspanning. En thuis heb je 230 volt. 230 volt, dus is echt een stukje hoger. Ja, zeker. Geluidstechnisch lijkt net of er een hele zwerm hommels hier achter aan het vliegen is, maar dat is het niet zo, dat is het apparaat. Ik ben heel erg benieuwd wat dat voor apparaat is. Ja, dit apparaat is een transformator die transformeert 25.000 volt om naar 6.000 volt. En dat gaat dan uiteindelijk weer naar hierachter, naar een verdeler toe. Nou ben ik heel benieuwd hoe jullie dag eruit ziet. We gaan vandaag een hoogspanningskabel aansluiten, monteren. Mm-hmm. Ja, daar mag ik gewoon bij helpen. Ja, daar ga je bij helpen vandaag. Nou, eerst de schakelaar eruit halen, dat we 5 aan het werk kunnen. Nou, ik heb het in ieder geval weer gesloopt. Ja, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Wil je dat ik nog een dagje kom werken? Of zeg je van, nou, we laten het hierbij. Zo doen we dat. Ik ben heel blij dat het gelukt is. We zijn hier nou heel lang mee bezig, maar ik heb eigenlijk geen idee wat dit is. Als het ware is dit gewoon een hele grote schakelaar. Hoe groot is nou de kans dat je zelf stroom krijgt? Nou, de kans is niet veel groter als ergens anders. Je moet gewoon overal op letten. De gevolgen zijn erger. Nee, het gaat maar één keer fout inderdaad. Wat jullie eigenlijk doen, is zorgen dat die hele fabriek hierachter draait. Geeft dat ook een beetje verantwoordelijkheidsgevoel? Lijkt me best wel kicken. Ja, absoluut. Want wat is het leukste stukje van jullie werk? Ja, dat is wel de uitdaging. Dit is dan nog een dunne kabel. Het is een dunne kabel. Ja. En dat is voor ons wel hoe groter, hoe meer de uitdaging. Ja. Ja. Waar gaan we mee beginnen nu? We gaan beginnen om de hoogspanningskabel aan te snijden. Oh. Dat is best wel zwaar hoor. Ja. Dit noemen we een broekstuk. Die doen we ook weer over de aders en die gaan we ook weer krimpen. Ik vind het zo grappig dat jullie dit aders noemen. Ah, ik zei jullie zo doktoren. Alleen dan van de elektriciteit. Ja. Ja. En vast. Hey, en waar gaat deze kabel nou naartoe? Ja, hier naartoe. Jullie werken natuurlijk heel veel samen. Het is ook belangrijk dat je het ook een beetje goed met elkaar kan vinden. Absoluut. Hebben jullie nou wel eens dat de spanning een beetje hoog oploopt? Sorry. Ik moest hem even doen. Ik moest hem maken, sorry. Ja. Als hoogspanningsmonteur moet je natuurlijk heel zorgvuldig en nauwkeurig werken. Ja, en een opleiding elektrotechniek hebben. Je moet je houden aan de veiligheidsvoorschriften. Een goed analyserend vermogen hebben. Ja, en je moet ook onder heel veel spanning kunnen werken. Dat zeker. We gaan nu de kabel testen. Oké. Vinden jullie dit nou niet spannend dan? Ja, is goed. Ja. Hey, ik wil wel een high five, jongens. High five. Goed gedaan. Nou, heel snel dit warme pak uit. Ja.